Welkom allemaal bij dit filmpje waarin ik de argumentatiestructuur uitwerk bij het artikel Studenten zijn dubbel gedupeerd. Het standpunt hebben jullie cadeau gekregen, want het standpunt dat staat in de titel, namelijk Studenten zijn dubbel gedupeerd. Maar wat jullie moeten gaan doen is dat jullie alinea 4 moeten gaan lezen. En op zoek moeten gaan naar twee redenen voor de bewering dat studenten dubbel gedupeerd zijn. Er staat dubbel, dus daarom weet je dat je op zoek moet gaan naar twee redenen. In alinea 4 ga je op zoek naar twee nadelen van de coronacrisis voor studenten. Je ziet één zin staan waarin twee nadelen worden genoemd, namelijk nog los van de tijdsverspilling doemt voor velen een financiële strop op. De coronacrisis raakt studenten dus financieel, maar er is ook sprake van tijdsverspilling. Als je even terugleest, zie je wat daarmee wordt bedoeld, want daarmee bedoelen ze studievertraging. Nu weet je dus wat de twee redenen zijn om te kunnen stellen dat studenten dubbel gedupeerd worden. Studenten lopen studievertraging op en voor velen doemt een financiële strop op. Deze argumenten zijn afhankelijk van elkaar. Het standpunt is dat studenten dubbel gedupeerd zijn, dus dan kan je niet maar met één argument komen aanzetten. Dan moet je er twee aandragen, anders slaat het nergens op. Vervolgens wil je onderbouwen waarom er sprake is van studievertraging. Alinea 4 begint redelijk positief. Er wordt gezegd dat hogescholen, universiteiten en ROC's hun best doen om het onderwijs op afstand overeind te houden en daarin ook echt vorderingen boeken. Maar dan komt er een tegenstellend signaalwoord, maar. Er wordt namelijk verteld dat niet elk tentamen kan worden gemaakt via de laptop en dat stages, co-schappen en uitwisselingsprogramma's massaal worden afgelast. In de argumentatiestructuur zie je hoe het eerste argument dus wordt ondersteund. Studenten lopen studievertraging op, want niet elk tentamen is mogelijk via de laptop. En studenten lopen studievertraging op, want stages, co-schappen en uitwisselingsprogramma's worden massaal afgelast. Je ziet dat er sprake is van een argumentatieschema op basis van oorzaak en gevolg. Doordat niet elk tentamen kan worden gemaakt en doordat er zoveel stages, co-schappen en uitwisselingsprogramma's worden afgelast, lopen studenten studievertraging op. Dit zie je ook terug aan de signaalwoorden in alinea 4, want daar staat als dat straks allemaal ingehaald moet worden, dreigt maanden studievertraging. Er is sprake van een als-dan redenering, oorzaak en gevolg dus. De subargumenten die worden gegeven om het eerste argument te ondersteunen, zijn onafhankelijk van elkaar. Want de afzonderlijke redeneringen, studenten lopen studievertraging op, want niet elk tentamen is mogelijk via de laptop. En studenten lopen studievertraging op, want stages, co-schappen en uitwisselingsprogramma's worden massaal afgelast. Slaan nog steeds ergens op. Dan komen we bij het tweede argument dat het standpunt ondersteunt. Voor velen doemt een financiële strop op. Als we die zin lezen in alinea 4, valt meteen de dubbele punt op. Die geeft aan dat er een subargument volgt. Namelijk, langer studeren betekent meer lenen en mogelijk een extra jaar collegegeld betalen. Als je verder leest, valt het signaalwoord ook op. Dat geeft een opsomming aan. Veel studenten hebben blijkbaar ook niet meer de mogelijkheid om wat extra's bij te verdienen. Als we deze twee subargumenten in de argumentatiestructuur plaatsen, ziet het er zo uit. De argumenten die worden genoemd als subargumenten bij argument 2 zijn onafhankelijk van elkaar, want de afzonderlijke redeneringen snijden nog steeds hout. Het slaat ergens op om te zeggen voor velen doemt een financiële strop op, want langer studeren betekent meer lenen en mogelijk een extra jaar collegegeld betalen. En dat geldt ook voor het tweede subargument. Het slaat ergens op om te zeggen voor velen doemt een financiële strop op, want veel studenten hebben nu geen mogelijkheid om bij te verdienen. De argumentatiestructuur is echter nog niet volledig, want we kunnen ook nog de vraag beantwoorden waarom hebben veel studenten nu niet meer de mogelijkheid om bij te verdienen.
Als we verder lezen in alinea 4, zien we eerst het signaalwoord omdat staan. Dat geeft een reden aan. Omdat de bijbaantjes zijn geschrapt. Als we dan verder lezen, valt ook nog het signaalwoord ook op. Dat geeft een opsomming aan, dus er wordt nog een reden gegeven. Namelijk, in de compensatieregelingen die het kabinet voor wegvallend werk heeft opgetuigd, vallen de meeste studenten buiten de boot. Dan is nu de argumentatiestructuur bij alinea 4 compleet. Het argument veel studenten hebben nu geen mogelijkheid om bij te verdienen, wordt ondersteund door de argumenten veel bijbaantjes zijn geschrapt en de meeste studenten vallen buiten de boot voor de compensatieregelingen van de overheid. Die laatste twee argumenten zijn afhankelijk van elkaar. Want als je zegt veel studenten hebben nu geen mogelijkheid om bij te verdienen, want veel bijbaantjes zijn geschrapt, zou je kunnen zeggen, nou, maar er is toch een compensatieregeling? Daarom zijn deze twee argumenten afhankelijk van elkaar. Dan is er tot slot de vraag van wat voor soort argumentatiestructuur is hier nou sprake? Er is sprake van nevenschikkende en onderschikkende argumentatie. Bedankt allemaal voor het kijken van het filmpje en ik hoop dat het leerzaam was.